In deze nieuwe aflevering gaan we richting de gloeiwoestijn, ontdekken we allemaal geheime levels en komen we opeens Captain Toad tegen. Om naar de volgende levels te gaan moeten we in ieder geval langs deze juweelblokgrot. Oké, het ziet er spannend uit. Kan ik hier tegenaan springen? Jazeker wel. Straks komt hier wat uit wat ik nodig heb. Nee, oké. Kom wel hier naar boven. Oh, wow, doe eens even tranquilo, jongen. Doe eens even rustig. Oh, wat is dit? Ik heb een boor. Wat kan ik met die boor? Oh, dan kan ik tegen dingen aanspringen, zo met mijn hoofd. Oké, en ik kan zo bouncen. Oh, en ik kan ook onder de ground blijven. Oké, kan ik zo onder de grond en dan die spijning kapot maken? Ja, en zo onder de grond en een 10-muntje pakken. Oké, kan ik jou ook slopen? Nee, ik kan deze dingen niet slopen. Oh, maar dit is lachen. We hebben een nieuw powerrumpje, joh. Kan ik hier ook doorheen? Jee, ik kan overal onderdoor. Kan ik dan ook hier doorheen? Nee, dan niet. Dan ga ik wel vallen als ik hier doorheen ga. Oké, we gaan door. We gaan door met deze boor. Dan kan ik vanaf hier daar naar links. Zo, mooi. Dit kapot maken. Ja hoor. En door dit bouncy. En nu? Ja, gewoon alles kapot maken, denk ik. Maar ik moet dat wel een soort van rustig aandoen, denk ik. Ik kan hier alles kapot maken. Ik moet even het bloemetje daar helpen. Maar hoe ga ik nu dat bloemetje helpen eigenlijk? Dat is nu bijna onmogelijk. Dan moet ik echt een gigantische aanloop nemen. En dat het niet meer gaat nu. Oh, huh? Oh, ik kan ook zo. Vanuit het plafond en dan zo naar beneden. Oh, oké. Puppy pakken, zo. Ik maak maar gewoon alles kapot hier wat ik kapot kan maken. Let's go, boor Luigi. Oh, even disclaimer. Ik weet dat het Luigi is, maar ik vind Luigi gewoon veel leuker klinken. Dank u. Kijk, daar kennen we naar boven. Ik dacht al zoiets. Ik moet hier wel oppassen dat ik niet geplet word. Door dit platformpie. Oh jeetje, jij komt wel echt heel snel. Oké, doei mazzel. Later. Ik wil er soort van vandoor. Ja, ik ga via jou, ja. Oké, doei mazzel. Oké, maak even deze kapot. Hier is blijkbaar de wonderbloem. Wat gaat er nu gebeuren dan? Is dit allemaal? Wat is dit? Wat is dit? Ik moet steeds de juiste plek zien te vinden dat ik verder naar beneden kan ofzo. Oké, ik moet hierin. Oké, kom maar. Kom maar. Ja, dank u. Moet ik dan alles hier kapot zien te maken? Is dat een beetje het ding? Dat het allemaal wat sneller gaat? Volgens mij wel. Ik denk dat het ongeveer zou moeten zijn. Oké, ik ga nou hier naartoe. Oh, daar. Daar is de wonderbloem. Ik kan natuurlijk hierin. En dan... Ja! Kijk! Kunnen we gewoon zo dat wonderzaadje pakken. Lekker! Die leveltjes, die stukjes zijn zo vet als je die wonderzaadjes pakt. Ik vind het echt heel cool. Ik denk dat ik nu hier naar boven kan. Ja, en dan hebben we hier die derde. Gaan we door de buis. Dan moeten we even boven in de vlaggenstok zien te springen. Whee! Easy. Oké, en door. We kunnen nu dus naar de woestijn toe. Welkom in onze Poplin Shop. Dank u. Heeft u nog een... ja, dankjewel. Wonderzaadje voor mij. Die koop ik even. En het is tijd om te gokken. Ja. Oh, nee. Dat was een dubbele. En nog een dubbele. Ik krijg hier allemaal goedkope dingen. Oké, ik heb één zilveren. Nog een zilveren. Oeh, ik heb een gouden. Hoppycat Daisy. Bubble Luigi. Ik krijg opeens alles voor Toadette. Ik had er net twee, hè. Ik heb nu Toadette al bijna compleet. Oeh, Daisy gaat ook lekker. Oké, we zijn nu over de helft al. Ja, nu stop ik ermee, hoor. Nice. Woestijn. Dit ziet er eerder uit als een taart of zo. Mag ik het door? Dank u. Dit is wereld 4, de gloeiwoestijn. Bowser Jr. krijgt ontzettende dorst in de woestijn. Die wil water. Als er water overblijft voor iemand anders, dikke pech. Ik ga al je water drinken, vriend. Oké, dit ziet er wel uit als een leuk leveltje weer, hoor. Ik heb hier heel veel zin in. Heb jij hier ook nog steeds zin in? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo-video's. Dus dit is de gloeiwoestijn. Wat ziet dat witte zand er toch mooi uit in de felle zon. Koningszaadje zou in het paleis moeten liggen. Dat dacht ik al bij Bowser Jr. weer, hè. We zijn op weg naar het Poplin-huisje. Het is hier een beetje moeilijk rennen, zoals je ziet. Kijk, Luigi die komt niet zo lekker vooruit hier in de woestijn. Vooral Jan heeft ook zo'n dorst. Waar is al het water? Nou, er is een schurk opgedoken in de gloeiwoestijn. Die heeft ons water tot de laatste druppel buit gemaakt. En we moeten Poplin helpen. Wij krijgen hier het eerste wonderzaadje uit deze wereld. Is goed, man. Ik ga dat water voor jou fixen samen met Luigi. Hier is de laatste oase. Er is nog een beetje water te vinden. Maar dit is het laatste watertje. Oh, ik kan hier een badge kopen. Maar ook een wonderzaadje. Ja, die koop ik eerst. Want ik heb net veel te veel van die muntjes uitgegeven. Dus nu heb ik niet meer genoeg geld. Oké, waar ga ik helemaal naartoe dan, joh? Oh, hier is een geheim level.
De parachutepet test nummer 2. Oké, we moeten denk ik gewoon zo ver mogelijk springen. Let's go! Oké, dat heb ik net gehaald. Lekker gedaan, luig. Oké, nu moet ik hier doorheen zweven, zo. Wee! Lekker luig. Lekker luig. Goed zo. Doe je goed, jongen. Hoppakee, 10 muntje. En ja, deze kant op. Oké, en dan daarboven langs zweven. Dit kan jij, luig. Dit kan jij. Ja, dit kan jij. Oude soort van, bijna. Net niet helemaal. Maar het is oké, het is goed. Het is tijd om te zweven. Oh nee, ik mis hem. Oké, dan ga ik het even opnieuw doen. Dan gaan we weer. Yes! Oké, nu moeten we gewoon keihard springen en zweven, denk ik. 1, 2, 3. Daar gaan we. Ja, daar gaan we. Nou, ik kan niet zo ver zweven, hoor. Maar misschien kan ik het even opnieuw doen. Of in ieder geval vanaf hier of zo. Kijk, nu komen we denk ik een stukje verder. Ja! Oh nee, maar ik heb net niet de gouden paal. Ja, maar nu wel. Ja, nu wel. Wonderlijk, hotseflot. Wow, 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 wat is dit? Hier staat een vraagteken. Moet ik die allemaal aanzetten of zo? Oh, hier is nog een verborgen level. Trek toch door de woestijn. Oh, dus dan moeten we hier allemaal aan trekken zo. Kom maar. Kom maar. Oké, ik heb weer een boormachine. Oh, moet ik deze omver trekken? Oh, dat is zielig. Dat is vet zielig. Oké, daar gaan we. Oké, dan laat ik hem los en dan kan ik hierop springen. En dan moeten we zo door. Ja, yeah. En dan deze kapot maken, denk ik. Dat is een idee. Oh, arme meneer. Kan ik ook niet gewoon op je hoofd springen? Dat kan wel, maar dan ga je niet van kapot. Oké, ik ga je even ontwikkelen. Oké, we gaan door. Hier dan trekken. Oh, er komt een goldpipe. Daar kunnen we sowieso in. Lekker dit, oké. Wat gaan we hier doen dan? Gaan we hier aan trekken? 1, 2. 1, 2, 3, 6, 8, 12, 9. Dank u. Dank u. Dank u. Als je dit soort dingen trekt, kan er van alles gebeuren. Ja, dat zie ik. Sorry, plant, dat je weer onder de grond gaat, onder het zand. Dan kom je allerlei buizen omhoog. Ja, moet ik ze nou echt allemaal gaan testen of ik erin kan? Ik denk het wel, hè? Ik kan sowieso wel in die blauwe. Dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn. We pakken die blauwe, jongens. Doei! Oké, hoe gaan we dit fixen? Oh, maar ik kan gewoon met mijn boor toch hier op het plafond. Zo. En dan gewoon zo pakken en dan zijn we klaar, toch? Easy! Hier is in ieder geval weer een 10 munt. Oh, ik sprong echt super laag opeens. Ja, dat is balen. Godverdosie. We gaan wel even naar de nieuwe wereld. Met dit wonderzaadje. Wat gebeurt er nou? Dat weet ik ook niet. We gaan helemaal omhoog. Moet ik naar beneden glijden? Oh, hier. Oh, oké. Nee, dat lukte niet zo. Waar gaat hij naartoe? Ik moet hier aan iets trekken, denk ik. Ja. Ja, dan kunnen we verder. Dan kunnen we verder. Oké. Daar is die. Daar is die. Indringer. Je hoofd is een indringer. Ah! Wat gebeurt er? Oké. Ja, dan kan ik hier onderdoor. Top. Dan aan deze trekken. Ja, top. Dan kan ik hier bovenop. Ja, pakken we deze muntjes. Gaan we hier naar boven. Oké, rustig, rustig. Daar is die. En we hebben hem. Ja hoor. Dit is een soort van piramide of zo. Oh, dankjewel. Het wordt welkom terug. Hutziek idee. Huh. Top. Oké, dan kan ik deze zo grijpen. Heb ik eigenlijk alles nu? Vraag het me af. Oh. Hier komt een trappetje. Oké. Ja, ik had hier wel alles gehaald. Maar ik blijf wel even benieuwd wat dit is. Vraagteken. En hier is er nog één. Er zal er vast wel ergens nog één zijn. Hier? Ja? Kijk. En wat gebeurt er dan? Dat is ook weer een geheimpie, hè? Wat is daarvoor geheimpie? Daar gaan we zo achter komen, want ik kom hier opeens nog een level tegen. Ruim baan voor de airmat. Ja, oké. Olifant hype. Hotsakee. Olifant heeft weer water, hoor. Maar wat gebeurt er als ik deze bloem pack? Oh, dan moet ik nog een bloem packen. Die kan ik denk ik zo pakken door dit omhoog te gooien. Ja, daar blijven we even mee bezig. Zo. Ja. En nog een keer. Hoe vaak moet ik dit doen? Oké, zo vaak moet ik dit doen. Overal zand. Ja, vervelend, hè? Oh, nee. Ik wil eigenlijk deze blokjes niet kapot maken, maar ik heb het wel gedaan. We gaan omhoog! Oké. Ja. Dat betekent dat ik hier een beetje moet klimmen en gewoon zo hier overheen moet springen. Ja. Ja, oké. Dat was niet heel moeilijk. Die gouden pijpen, die brengen me wel in verwarring, moet ik eerlijk toegeven, hoor. Ik raakte er wel een beetje van in de war. Oké.
Ik ga even dit muntje pakken, ja? Paarse muntje. Gaan we hier naartoe? Zo. Pak ik even deze dingetjes zo. Whee! Heb ik voor mezelf even een mooi paadje gemaakt hier, joh. En dan? Hierin? Nee, weer niet. Ik kan nergens in die gouden pijpen, jongens. Hoppakee, bovenop je bakkeroni. Oké, dan hebben we hier water gegooid. Hebben we weer muntjes te pakken. Gaan we hier naartoe. Heb ik een nieuwe olifant. Oh, en in deze pijp kan ik wel. Ja, je moet het gewoon blijven proberen. En dan? Wat is dit? Oké, wat is dit? Ga jij die allemaal kapot maken voor mij? Oh, wacht eens even. Doe eens even rustig, jongens. Niet te veel kapot maken. Dank u. Ja, dit was het. Dank u. Tot de volgende. Even mijn reserveolifant pakken hoor, jongens. Zo. Hoppakee. Kan ik dit zelf niet ook kapot maken? Ja, blijkbaar wel. Dat kan gewoon. Nu wil ik wel dat bloemetje daarboven even pakken. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Maar ik kan nog wel het bloemetje pakken. Dat is top. Ah, kijk. Dat was ook gelijk de wonderbloem. Zo. Jeetje, we zitten opeens in een of andere gekke sneeuwstorm. Alles gaat opeens heel erg snel. Hoppa. Wat ziek idee. Nog een keer. Jeetje, dit gaat snel. Oké, bloem. Dat brengt hier een warpipe. En ja, extra paddenstoel. Rustig aan. Oké, ga jij even hier omhoog? Kom maar. Ja, goed. Dan ga ik hier onderdoor. Ja. Dan doen we hier hetzelfde trucje even. Oké, die heb ik gesloopt. Kan ik hier iets uithalen? Pak ik precies een muntje, verdorie. Van alles wat ik daar kon pakken, werd het een muntje. Ik ga hier naartoe. Ik ga hier naartoe. En dan hierop. Even al... Nee, ik wist niet dat jullie hoofd zo lang was. Oké. Zo. Oh, daarachter was ook nog wat. Ben benieuwd of ik nu iets gemist heb. Nee, zo te zien heb ik alles. Ik zal even snel rennen. En dan... Wee! Weer een level gehaald, jongens. Lekker. We gaan nog steeds voor die 100%. Dus we moeten alles pakken in deze playthrough. Oh man. Ja, maar ik wilde zo graag daar naartoe. Oké, daar gaan we straks naartoe, want nu is dit weer tevoorschijn gekomen. Ja, het is maar een tussendoortje gelukkig. Oké, maar wat is dit voor tussendoortje dan? Hier kan ik iets pakken. Dat is de drillbur. Let's go, drillbur. Oké, dan gaan we hier nu. Ja, zo. Kan ik hier onderlangs? Nee. Dan wel hier onderlangs. En dan gaan we zo. En dan hier iets doen. Ja hoor, kijk, daar is die al. Oké, deze was gewoon chill. Oké, maar dat grote geheim van die drie vraagtekenblokken. Wat is dat? Daar is hier iets. Ja? Oh, hier is ook, hierachter is ook nog iets. Dat ga ik eerst pakken. Oh, dat is een barpipe. We zijn opeens in het woudgebergte. Bij Captain Toad. Ik ging een buis in en ben op zoek naar schatten en ik ben hier uitgekomen. Eenmaal in zo'n buis weet ik niet meer wat links of rechts is. Onder of boven, woes of vloes. Maar ik kwam onderweg wel 50 bloemenmunten tegen. Oh, dankjewel. Thanks, maat. Maar goed, wat is dit voor level? De boosaardige ballenbak. Oh, jeetje. Overal komen van die gekke ballen. Steenballen. Kan ik hier naar boven? Ja, hier, wat ligt hier allemaal? Muntjes alleen? Geen 10 munt, zo te zien. En ik kan niet verder door. Dus we gaan gewoon lekker zo... Oh, zo vlot. Zo'n beetje zo... Oh, waarom sta ik opeens op? Waarom stond ik opeens op? Dat was super dom. Zo, dit gaat wel hard zo, moet ik zeggen. Zo ga je snel door je power-ups heen, luig. Ik denk toch dat ik eerst even hierboven ga kijken nu. Ik denk dat hier wel een geheimpje zit, namelijk ergens. Ja, oké. 10 muntje. Lekker. Al langs de bovenkant terug. En dan zo lekker zo... Bouncen wou ik? Oh, oké. Daar ging mijn uppie. Kan ik die nog ergens gaan... Wow, pakken. Hé, hey, die komt zo gewoon naar beneden. Ik denk dat mijn uppie hier ook moet liggen. Ja, kijk, die zweeft daar achter dat beestje aan. Oké, we missen nog 1 teammuntje en 1 extra gekke wonderzaad. Ik denk dat het tijd is voor de wonderseed. Die gaan we eens even zo pakken. Oh, dat dacht ik althans. Ik haal dat niet. Oh, ik haal dat wel. Oké, welke kant gaan we op? Ja, ik ga nu denk ik naar links. Ik wil naar links. Ik wil eerst naar links. Oh, maar we moeten naar rechts. Oké, we gaan keihard rennen. Rennen. Ik ga gewoon de weg volgen. Pak deze. Oh, nu draait alles. Oh, dan gaan we erachteraan. Oh, ik wou bovenlangs. Nu gaan we denk ik hier naartoe. Ik denk dat hier alles kapot is gemaakt. Ja, oké, dan hebben we de volgende. Jeetje mineetje. Let's go. De volgende, nummer 3. Waar zijn we helemaal terechtgekomen, joh? Dit is wel weer vet gedaan, zeg ik. Oh, oké, die is wel een beetje groot, jongens. Ik denk dat we een beetje sneller moeten rennen, luig. Beetje sneller. Spring. Door de buis.
Super vet. Oei, oké, daar is die weer. En daar hebben we de laatste. Dit was zo vet. Op zoek naar het laatste teammuntje hoor. Even kijken. Hey Tom, ga je me helpen? Ik ga achter jou aanrennen. Kijk, hier is die. Ik dacht al, ik had al zo'n groot voorgevoel dat dat moest. Moet nu in één keer de jump goed maken. En dat doen we. Nice! Zo, we hebben nu echt superveel geheimen al gevonden. En er komt er gewoon nog een. Er komt nog een tussendoortje. Jemig. De rever run. Oké, wat is de bedoeling precies, jongens? Wat is hier de bedoeling precies? Ik moet jou denk ik hier naartoe laten komen. Kom eens, en dan ga ik jou nu zo afschieten zo. Wee! Lekker bezig, man. Hoe ga ik daar dan doorheen? Ga jij lekker rennen? Dan ga ik met jou mee. Zo. En dan doe ik dit voor jou. En dan pak jij dat voor mij. Dankjewel. Nice. Zo, ik denk dat we alles hier nu beneden ongeveer wel hebben gehad. Tenzij hier aan de onderkant van de oase ergens nog wat is. Nee, volgens mij hebben we alles hier wel gevonden nu. Gaan we nog even snel ook die badge kopen. Dat was hem en in de volgende aflevering gaan we daadwerkelijk het kasteel in. Knal duimpjes omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!